Hallo kijkers van Shine Sprites. Het is tijd voor de tweede aflevering van de Avatar Log van Pokémon Sword and Shield samen met Jordi van de Subpar Guys. Hallo. Ik heb echt zin om deze game te spelen. Straks als we bij de Wild Area zijn, dan begint het natuurlijk pas echt. Maar ik heb klopt. Zullen we een korte team recap doen? Ik weet niet of dat doet. Ja, ik zit nu wel in gesprek met Hop, maar als het goed is... Jij gaat even met Hop praten, ik doe even team. Ja, doe maar. Nou, voor nu, omdat we nog niet heel veel Pokémon hebben, is het even voor nu de team. Muffin, de Wooloo met Tackle, Growl, Defense Curl en Copycat. Fur Haier, de Squirtle met Tackle, Tail Whip en Bite. Hollow, de Bug met Strucklebug. Kronos, de Hoothoot met Peck, Growl, Tackle, Echo Voice. En Scooby-Doo, de Galarian Zigzagoon met Tackle, Leer, Sand Attack en Lick. Oké. Nou, ik heb een Playboy, mijn Scorbunny, met Tackle, Double Kick, Ember en Quick Attack. Meen je niet? Ja, dat meen ik, ja. Oké. Ik heb Guus de Purloin met Scratch, Growl, Sand Attack en Fake Out. Nice. Ik heb UFO, de Blipbug, met Strugglebug. Ja. Ik heb Punky, de Galarian Zigzagoon, met Tackle, Leer, Sand Attack en Lick. Ja. En ik heb Fox de Nickit met Quick Attack, Tail Whip, Beat Up en Hone Claws. En ik heb Sirius de Yamper met Tackle, Tail Whip en Nuzzle. Nice. Nou, ik denk dat vandaag de part voornamelijk zich gaat focussen op jij en ik, de Wild Area. Yep. En een beetje ons team een beetje finalizen. Ja, precies. Ondertussen pak ik mooi de Wild Area erbij. Doe dat maar. Ik moet nog ouwe hoeren met twee van... Ja, met die moeders. Met de moeders. Ja. Nee. Even kijken. Wild Area. Kijk, het mooiste aan de Wild Area is wel... Je hebt heel veel areas. Haha, een Wild Area. Maar... De meest vervelende vind ik wel... Je kan niet echt makkelijk zien... Wat is wat? Nee, je moet in het begin ook opletten dat de wat verdere dingen gewoon hoog level zijn en zo. Nee, precies. Nou, en voor mensen die de allereerste aflevering hebben gemist. Milan en ik doen de avatar log, dus dat betekent de mooie items of symbolen die je ziet op de template zijn alleen de Pokémon die we kunnen vangen. Dus Fire, Electric, Dark, Dragon, Normal en Bug. Voor Milan en Flying, Psychic, Ghost, Fairy, Normal en Bug voor mij. Yes. Is toch handig om nog een paar keer te zeggen, want sommige mensen skippen de eerste aflevering. Weet niet waarom, maar... Ik dacht dat de eerste aflevering altijd best bekeken aflevering is van een Nuzlocke. Maar sommige mensen beginnen om een of andere reden soms met aflevering 2, aflevering 3 of pas met aflevering 6 met kijken. En ja, dat is soms misschien wel handig om even weer kort de regels uit te leggen van hey, wat houdt het precies in? Ja, precies. Ja, dat kan natuurlijk nooit kwaad. Nou, en dan krijgen we zometeen eigenlijk de beste toevoeging ooit van Let's Go. Je kan altijd bij je box. Ja, dat is inderdaad wel heel nice, ja. Dat is inderdaad wel heel... Ja, sorry, maar dat is een van deze mooiste dingen. Want je kan gewoon erbij. Niet ja. Van, oh, shit. Ik kan weer voor de zoveelste keer niet bij in. Waar is het 100% Pokémon Center? Kijk, het is wel een beetje cheesy in het geval van Dungeons. Maar voor de rest... Oké. Eerste gebied is de Rolling Fields. En... Ik heb sneeuw. Oeh. Dan, in theorie zou ik dat dan ook moeten hebben. Maar ik weet niet of jouw ding goed staat. Oh, ja. Vast niet. Laat ik alvast heel eerlijk zijn, vast niet. Want ik was heel vaak aan het klooien met de tijd om bepaalde Pokémon te vangen. Ja. Om je decks te completen, zeker. Yep. Ja, dat heb ik ook. En er zijn niet echt andere games die echt met de date gesynct hoeven te zijn. Dus... Op die manier. En bij mij sneeuwt het ook, dus ik denk dan dat... Onze datums toch gesynct zijn. Oké. Ja. Oeh, ik ga een Metapod vangen. Ja, ik ben bezig met een Bunnelby. Oh ja, die zag ik ook al lopen, ja.
Maar ja, een van de gevaarlijkste dingen op dit punt is het feit dat ze al redelijk hoog levels zijn naar verhouding. Ze zijn level 9 al. Oeh, ik doe gevaarlijk weinig damage. Oeps. Ja, dat is een beetje het gevaarlijke aan dit punt waar we nu in zitten. Yeah. En waarom de Wild Area het begin van de game echt de Wild Area naam verdient. Ja, precies. Je verliest redelijk veel. Want, ja, ze zijn level 9. Wij zijn ook nog maar level 8. Misschien 9 op uitzondering dagen later. Ja, mijn Scorbunny is level 12. Ja, oké, maar ze starten. Ja. Heeft ook iets snellere levels dan een andere. Ja. Ik heb een Bunnelby. Nice. Ik heb een Metapod. Nice. Dan is nu de vraag... Hoe de fuck ga ik dit ding noemen? Is het een man of een vrouw? Het is ook nog een man ook. Nou ja, zij zal. Hier we go. Dan gaan we weer verder zoeken, want... Ik zal het mooi vinden... Het zijn allemaal Tyrox. Hier, dat is volgens mij ook een Metapod, ja? Ja, mooi. Vang ook even Metapod, want het gaat voornamelijk voor ons beide... Vergroot de collectie momenteel zo groot mogelijk. Ja, zodat we in ieder geval niet helemaal afgaan, zeg maar. Nee, precies. En nou, laten we heel eerlijk zijn, in een Nuzlocke... Een Metapod / Butterfree komt altijd wel een keer van pas. Ja, Butterfree is best een leuke Pokémon. Oeh, level 10 Bunnelby, dat is pittig hoog. Nou ja, en loopt hij ook altijd een dikke spier rond, dus... Ja, daar moet je niet tegenaan lopen, per ongeluk. Nee, als je huge power heeft, kan je direct bye-bye's tegen die heel is ook gevaarlijk, natuurlijk. Ja, maar het is procentuele damage, dus op zich, het valt nog mee. Ja, oké. Okay. Je kan het nog een keer weghealen met een potion. Ja. Het is niet van, oh... Dan gaat weer 20 HP weg. Ja. Dan gaat weer 20 HP weg. Oké, dat is heel mooi, mooi in het rood. Maar er is hier geen plek om te healen of zo even, hè? Volgens mij is de breeder bij het station kan je healen. Oh, oké. Goed om te weten. Volgens mij. Quote me niet op. Oké, hebben we die klaar? Heb ik ook een Metapod? Ja, zo voel je ook weer de dex. Zo. Nee, het mooiste zou ik eigenlijk vinden als ik echt hier nog een Snorunt kan vangen. Oeh ja, die zou ik als ik jou zeker... Wacht, Snorunt... Oh, je gaat hem dan een Froslass maken. Ja, want dat is ook nog een beetje de kust erin. Als ik geen vrouw kan krijgen, dan is dat ook meteen klaar. Eén ding waar Milan en ik niet eigenlijk over hebben gehad is... Hoe doen we het met raids? Ja, daar hebben we het niet over gehad, dat is een goeie. Ik weet het eigenlijk niet, het zijn gewoon Pokémon. Dus het zijn, ja. En je kan ze zien van tevoren, dus... Ja, precies. Dus het kost ook geen tijd als het... Nee, precies. Het enige waar ik dan wel mee zit, en dat is iets heel kleins... Wanneer als je doodgaat in een raid? Dood is dood. Ja, dood is dood. Ja, en de kans dat je doodgaat in een raid is wel groter, zeg maar, dan normaal. In de wild. Precies. Dus het is aan jezelf of je dat wilt. Ik denk ook niet dat ik een raid ga doen. Tenminste, ik was het niet van plan. Nee, ik denk dat ik echt als ik raids ga doen, dat ik daar nog even mee wacht. Dat lijkt me ook best een strak plan. Ja. Nou, ik ben nu... Ik ga links om het meer heen. Even kijken, wat is dit? Ah, oh, dat was een Oddish. Oeh. Ik allemaal kan dubbelen. Een Stuffle vangen, maar ik ken mezelf ook heel goed. Mijn team is voornamelijk nu normal type. En Stuffle kan best hard hitten. Oké. Ik ga een Pancham vangen. Ah ja, dark type, hè? Mhm.
Ah ja, en je hebt al een Nickit in je team, dus je kan hem in theorie, wanneer we op een level hebben, kan hem direct evolven. Nou ja. Hoe evolueert hij dan? Voor mij level 30 en er moet een Dark type in je team zitten. Ah, oké. Okay. Goed om te weten. Even kijken, nee, want voor de rest zit ik nu ook even in van, ik ga eerst rechtdoor naar Motorstoke en dan links eromheen. Want in de Watchtower Ruins heb je vaak Ghost types. Ja. Yep. Ghastly meestal, Duskull. Ja, en zou ik op zich heel nice vinden om in mijn team te hebben. Oh, hij doet zoveel... Oh, hij doet fucking veel damage. Laat me leven, alsjeblieft, dankjewel. Daarom doe ik nog even rustig met sommige Pokémon's te vangen. Iets als een Ghastly. Dan kan je nog even vangen. Ben wel echt heftig. maar hij had ook al heel veel geluk hoor, met dat is een Krabby, dat is een Timple. Ja, geen watertypes, dus ik ben echt afhankelijk van de mooie ghost types die hier aan het vliegen zijn. Oh, kom eens hier, kom eens hier, kom eens hier. Kom eens hier. Nee, laat me niet zeggen, kom hier. Kutbeest. Ik zag een Noibet. Oeh, die zijn voor mij, die is voor in mij al interessant. Voor mij ook. Direct een flying, hè? Oh ja, flying, ja, ja, ja. Okay. Ik ben heel blij met mijn Wooloo, met mijn Runaway. Een strong looking Duskull, level 27. Oeps. Die maar even gebruiken. Strong looking Golett. Moet ik die later terugkomen? Zou ik heel jammer vinden, maar als het niet kan, dan kan het niet. Ja, ik vertrouw het ook niet hoor. Ik heb nu dan gelukkig de Pancham wel gevangen van level 10, maar ik had wel heel veel moeite. Ik heb een paar potions moeten gebruiken, zeg maar, om niet dood te gaan. Stroomlukking Drifloon. Je hebt geen Runaway Pokémon, hè? Nee, volgens mij niet. Nee, ik maak even deze cirkel af. De Social Watchtower Runes. Ik ga niet naar beneden waar de Steelix altijd zit. Want ik weet genoeg daarvan dat als er een Steelix daar zit, dat ik dood ga. Dus... Ah, oké, okay, dit is... Welk level is deze Golett dan? Oh, level 13. We gaan er vliegt hij ook op je af. Even kijken, hoeveel damage doe jij? Oké, nou als je alleen maar Shadow Punch hebt, vind ik het prima. Oké, kom maar door. Oké, als je echt alleen maar Shadow Punch hebt, ben ik heel blij met Golett. Blijf alsjeblieft Shadow Punch spammen. Nope. Ik doe die Defense Scroll. Maar ja, als je alleen maar Shadow Punch heeft en Defense Scroll, weet je wat? Voor een beginnende Pokémon? Prima. Ja. Nou, ga ik wel wat ballen gooien. Want ik wil sowieso proberen om dan, als het me lukt, door alle Pokéballs heen te gaan. Want met uitzondering van de... Nope. Hij heeft een pound. Ja, Golett is te... Een low-level Golett is te mooi om te laten liggen. Maar is het ding. Ik ben van een paar Pokémon's wel weggelopen, zoals Very Strong Looking. Maar is het punt, dat weet je niet van tevoren. Nee. Je weet niet of iets Very Strong Looking is. Dus technisch gezien... kan je het argument geven van oké, eigenlijk had je hem moeten vangen, maar ja, we kunnen hem niet vangen. En doodgaan doe je ook niet. Nee, maar die Very Strong Looking, dat zijn toch alleen de Pokémon's die niet in het gras lopen, zeg maar. Nee, die kan je zien in de overworld. Ja, dat weet ik. Maar die lopen niet in het gras, zeg maar. Oh, deze. Nou, degene die ik nu tegenkom wel, ja. Dat zijn, die overworld Pokémon die Very Strong Look zijn, dat kunnen geen gewone Pokémon zijn. Dat zijn allemaal die special spawns, zeg maar. Ah, oké.
Dus je kan hem zien van tevoren. Je kan van tevoren zien of die zo'n strong looking Pokémon is, zeg maar. Oké, want de Golem die ik net tegenkwam was zo'n uitroepteken Pokémon. En dan is hij niet strong looking, dus... Nee. Golem. Nice. Daar ben ik heel blij mee, want een van de Pokémon die ik altijd graag een keer wilde gebruiken was een Golem. Bunnelby, jij gaat... nooit gebruikt. Jij gaat in de box. Even kijken, kan ik nog iets... Want het mooiste zou ik zelf nog vinden als ik nog een Drifloon kan vangen. Wacht, Stuffle is dark, toch? Stuffle is normal fighting. Oh, de Stuffle mag ook iedereen. Ja. Easy. Dan ga ik Stuffle even vangen. Nee, want als ik een Drifloon heb en ik heb een Golem, dan maak ik sowieso nog even mijn ronde af om te kijken of ik misschien nog iets tussendoor tegenkom. Maar dan ben ik op zich tevreden met mijn... catches voor de wild area. 1. God fucking limit. Hebrew is low. Squawvet kan je een hit taken? Dat is mijn vraag. Please Squawvet, take the hit. Daar ben ik niet blij mee. Drifloon. Focus energy, dat is nooit iets leuk om te zien. Het is wel direct een crit, maar een crit doet 18 damage. Valt nog mee. Wat ben jij nu eigenlijk aan het doen? Ik ben Stuffle aan het proberen te vangen, maar hij is level 14, dat is wel heel hoog. Ja, dat is eigenlijk een beetje met gedoe met de wild area. De Pokémon zijn net tegen een level aan waarvan je denkt van... Ik vind eigenlijk dat Payback geen damage mag doen op het moment dat jij een Pokéball hebt gegooid. Het is een move die altijd damage doet. En hij wordt damage geïncreased wanneer jij hem damaged. Dus op zich... Oké, ik heb Stuffle heb ik gerund, want die werd te sterk. Oké. Ja, dat is een beetje het ding, hè? Welkom in de wild area. Levensgevaar. Ja, ik denk dat ik het zo laat. Ik denk dat ik zo richting de stad ga. Ja. Nee, is goed. Dan loop ik ook die kant op. Dan gaan we, denk ik, wanneer wij... ik wil bijna zeggen gym 1 of gym 2 hebben gehad. Dat we dan een beetje weer verder gaan kijken qua ronde. Goed? Hoe bedoel je? Dat we dan iets sterker team hebben. En dat we dan iets veiliger staan in de... Ja. In onze schoenen. Ja, precies. En ik heb op dit moment wel een team waar ik denk... Niet dat dit mijn eindteam is, maar... Nee, dit is ook niet, sowieso niet mijn eindteam. Ik vind wat ik nu heb een heel mooi team. Maar het is nog niet mijn team. Want er zitten nog een paar dingen in waarvan ik denk van... Ja, ik mis nog wel iets. Want ten eerste, ik heb fucking Air Nomad als mijn team... Maar ik heb met uitzondering van Drifloon en Hoothoot zijn dat mijn enige flyers. Maar ik heb nog geen Psychic en ik heb nog geen Fairy. Dus weet je wat? Ik loop nog één keer het gras in voor een uitroepteken. Als iets anders is, mooi. Als het niks is, dan loop ik de stad in. Oké. Ik vind het eigenlijk pas leuk worden straks op het moment dat we dat hele verhaal van dat stadion hebben gehad, zeg maar, weet je wel. Ja, maar daar gaat ook al, daar draait het soms ook allemaal om. Ja. Nee, dat is allemaal woepers en al andere crap. Ja, runaway. Here we go, dan lopen we gewoon door, want even kijken. Nee, de volgende route is route 3. En dan zit jij sowieso nog... Oh, Pidoof, kom eens hier. Kom eens hier, Pidoof. Dank je, Pidoof. Want dit is een flyer. Dus ik ga hem vangen. For fuck's sake, waarom ben je level 15? Ja, hoog hè? Dat is echt heftig. En op zo'n moment had ik het heel graag gehad dat mijn Bully Fluffy had gehad. Ja. Huh?
Nou ja, ik heb nu een fatsoenlijke Golurk, dus die kan misschien 1 of 2 hits steken. Oké, let's go. Hier ja, het is goed met je Pidoof, hier komt ie. Nope. Pound. Even kijken of het doet dit. Even kijken. Dat is weer jammer. Mijn Golurk heeft kluts. Hij kan geen items vasthouden. Wat is dat nou weer voor een kut ability? Vraag dan Bunnery, die heeft het ook. What the fuck? Heeft het ook nog iets positiefs of helemaal niet? Nee, can't use items. Dat is het alleen. Wat een kut ability zeg. Ja. Holy shit. Nou ja, ik had echt veel leuker gevonden als hij Iron Fist had. Dus punching moves zouden meer damage doen. Uh-huh. Maar ja, die ballon gaat niet op, dus we moeten het doen met kluts. Hey, Pido, vraag gewoon die bal, man. Dit is maar een kleine bal. Een mini balletje, kom op. Ga in die ballen. Je kan het. 1, 2, 3. Het ding zit in de bal, dank u wel. Oké. Nou, iedereen boost ook mooie levels mee. Oké. Ben ik heel blij mee. Want jij bent in de motorstoke al de cutscenes aan het kijken of ben je aan het wachten? Ja, ik ben nu in het stadion ben ik nu. Alleen, ik ben daar aan het ouwe hoeren en daar kom ik net B, die kwam ik tegen, maar die liep net langs. Ja. Dat is een nadeel als je geen team hebt voor je team hebt voor je naam. Je weet soms even niet meer wat je kan gebruiken. Scooby-Doo, ja, doe ik weg. Nou, als het enigszins kan, wil ik me houden aan de theme en geen normal en bug types gebruiken. Even kijken. Even kijken. Come up, ja. Hey. Oh nee, natuurlijk, wordt nog een keer met me gepraat. welkom in het begin van Sword and Shield. Yeah. Wij zullen alleen maar met u praten. En we hopen dat u het heel vervelend vindt. Ik vind alleen nog steeds zo wonderschoon dat deze game loading screens heeft. Ja. Yeah. Echt. Maar welke game heeft geen loading screen? Gen 1. Ja, oké, maar dat ziet er ook zo crap uit, daar heb je ook geen loading screen. Gen 5. Die heeft wel loading screens, die heeft dat summer en winter en elke keer wat in beeld komt. Dat is gewoon een loading screen hoor. Oké, X en Y. Nee, dan moet je ook wachten als je daar een ding in loopt. Als je daar bijvoorbeeld Lumia City in loopt. Maar dat zijn niet technisch geen loading screens. Ja, oké. Maar je moet alsnog gewoon laden. Dan heb ik liever eerlijk gezegd een loading screen dan een zwart beeld, zeg maar. Fair enough, want met een zwart beeld kan je soms denken, shit. Hij is gecrashed. Ja, sommige loading screens zijn ook wel vet hoor. Volgens mij had Breath of the Wild had ook wel een mooie loading screen. Ja, ik vind nog steeds een van de mooiste loading screens Dragon Ball Z Burst Limit. Oh ja, hier, die heb ik niet gespeeld. Hier heb je een paar Dragon Balls waar je mee kan spelen terwijl we aan het loaden zijn. Oké. Dus die kan je laten exploderen en die kan je de rondjes mee laten draaien. Oké. En Fire Emblem Free House had al hele klein, liet een kleine avatar die je heen en weer kan bewegen. Ja, ik weet niet. Gewoon interactieve loading screens zijn soms best wel leuk om te hebben. Ja, hoe heet het? FIFA heeft ook altijd interactieve loading screens. Die zijn ook wel leuk. Ja. Tegen Team Yell. Ah, ja. In de Bedouw in, of niet? Joep. Ja. Nou. Helemaal goed, Sonja. Doei, Sonja.
Had jou de earbuds gehaald of nog niet? Nee, die heb ik volgens mij in mijn normale game ook niet gehaald. Die haal ik nu wel om één simpele reden. Ik wil die kruis direct naar beneden hebben. Ah, oké. Okay. Want dat weet je waarschijnlijk nog wel van Dynamax, hè? Iets te luid. Ja, precies. Ja, kijk, ik kan het nu sowieso niet horen, maar ik heb die buds nooit gehaald. Ja. Ik wist wel dat ze er waren, want ik weet dat de streamer die ik altijd kijk hem ook, ze ook heeft, zeg maar. Maar, tja. Ah, ja. Het is een key item, maar de key item zit dan hierop. Ja, I know. Ja. Zo raar dat het een key item is. Waarom zit het gewoon niet normaal in de options menu? Ja, dat vind ik ook. Het had leuk geweest als je zelf liedjes van oudere games mocht kiezen of zo. Ja, Hardcore Soul Silver heeft dat. Die heeft de 8-bit radio. Ja. Nee, maar ik zou het vet vinden om gewoon soundtracks van alle oude games, zeg maar, te kunnen gebruiken. Dat je dan kan instellen, zeg maar. Misschien kan het een item zijn. Dan wordt het als postgame item, maar dat je dan per stad, zeg maar, oh, als ik naar deze stad ga, wil ik dit liedje horen. En als ik naar deze stad ga, wil ik dit liedje horen. Dat zal best vet zijn. Nee, dat zal inderdaad vet zijn, maar ik denk dat het iets te veel moeite is. Ik denk dat je op zich blij mag zijn als we ooit weer een keer de radio terugkrijgen van de Pokégears. Van, oké, welk nummer wil je? En dan de hele collectie. Ja. En dat hij dat ook niet reset wanneer je een nieuw area ingaat. Ja. Zo. Nee, ik ben net in het stadion. Oké. Okay. Wat is jouw nummer? 8. 8, oké. Okay. Ja, ik moet nog even de kut zien door voordat ik mijn nummer kan kiezen, maar... Geen 69, geen 420, geen... Nee, ik dacht, laat ik dat niet doen, dacht ik. Ah, oké. Okay. Dan doe ik ook een heel mooi nummer. Dan doe ik 88. Nee, oh, 0, 888. 88. Oké. Okay. Helemaal goed, dan gaan we naar de Bedoe in. De Bedoe. Niemand kan Bedoe... Nee, niemand van ons mag Bedoe vangen, nee. Nee. Grass and poison. Nee, ik kan me niet herinneren dat ik ooit al mono grass groen heb gedaan. Wel een paar keer mono poison, want poison in gen 1 en gen 2 is letterlijk Nidoking, Nidoqueen, have fun. Yeah. En de rest maakt niet uit. Maar grass niet. Maar ja, grass is ook meer support type. Mhm. Ja, ik heb ook niet zo heel vaak een grass type hoor. Nee. In een randomizer Nuzlocke, omdat je dan niet anders kan, zeg maar. En met Nuzlocke überhaupt niet. Maar, hoe heet het? Als ik zelf mag kiezen, dan heb ik niet zo vaak een grass Pokémon in mijn team. Nee, want ben je iemand die met iedere sequentiële run een andere starter pakt? Dus dat jij Shield voor alles keer, oké, dan doe ik deze starter. Ik doe Shield weer opnieuw. Oh, ik doe nu de andere starter. Ja, ik doe dan altijd wel een andere starter, ja. Ja, oké. Dus dan heb je ze iedere keer wel eentje gehad. Nou, nee, ik heb Grookie nooit gehad. Oh jawel, dat is niet waar. Ik heb de laatste keer dat ik hem speelde... Ja, nee, ik heb Grookie nooit gehad trouwens. Nee, ik heb nog nooit Grookie gepakt. Weet je dat nu heel zeker? Ja, dat weet ik heel zeker. Oké. Okay. Nee, ik heb Inteleon één keer gehad... Grookie heb ik voor een andere run een keer gehad. Of ik heb volgens mij die gewijd van de Wonderlock. Dus hallo Grookie, je gaat in de Wondertrade. En dat was ook net in het begin. Dus als je ging Wondertrade, kreeg van iedereen een 3P. Ja, precies. Daar heb je ook zoveel aan. Yay, een level 5 3P. Tot over 59 levels. Ja, precies. Nee, 3P evolueert toch niet op level 64? Voor mij doet de laatste dat wel. Zeg. Nee. Nee, alleen Hydreigon evolueert op level 64. Zo, voor je checken. Welk level Dragapult evolueert.
Nee, Dragapult is level 60, ja. Dus ja, je bent correct, veel... maar het is nog steeds veel te hoog, ja. Ja, inderdaad. Punt is alsnog niet gemerkt, maar... Nee, maar dat is ook weer mooi vervelend aan deze. Ik zit misschien nog mijn kop om misschien Mandibus te fixen. Daar kan je zijn Philippi vangen, maar dat is ook pas level 45. Ja, dat is ook kut, ja. Maar ja, wordt het misschien aan het eind, zeg maar, als je al een beetje level 40 Pokémon hebt, dat je dat dan wel kan doen. Nee, precies, maar het is... Opnieuw, het is te hoog. Ja, ja, zeker. Ik vind dat dan nog meevallen, zeg maar. Ik vind alles boven de 50 vind ik te hoog, zeg maar. Ik vind Dragonair en Dragonite ook te hoog, zeg maar. Nou, ik vind Dragonite... Dragons mogen voor mij prima 50, 55 zijn, maar niet hoger dan dat. Ja, maar het is niet meer zo dat Dragon zo OP is of zo, hè. Vroeger nee, was dat wel, maar dat is niet. Puur alleen maar vanwege ferries. Ja. Want de enige manier daarvoor was letterlijk Ice en Dragon. En dat moest je maar mee doen. Nou ja. Een Ice-type ga je niet vaak gebruiken. Dus dan is het vaak Dragon tegen Dragon. Maar ja, dat was ook in Gen 4. Iedereen had een Garchomp. Ja, ik niet, hè. Ik heb nooit Garchomp gehad. Nog nooit. Nou ja, als het geen randomizer is en het is gewoon een Nuzlocke, dan ja, probeer ik altijd nog wel Gible te fixen. Ja, dat snap ik wel. Dat zou ik ook doen. Toevallig dat ik die nooit heb gehad hoor, want met randomizers heb ik bijna elke Pokémon al een keer in mijn team gehad. Mm-hmm. Maar nee, Gible nog nooit. Net als Stunktank heb ik ook nog nooit in mijn team gehad. Oh, dat is echt heel slecht voor mij. Mm-hmm. Maar die heb ik bijna als het geen randomizer is, in ieder team voor mij. Ik ben een hele grote fan van Stunktank. Oké. Okay. Maar eigenlijk om één reden. Het is een Dark Poison. En hij leert fire, hij leert flamethrower met level. Ja, precies. Dat is wel. Nou, route 3 hoef ik niks te doen. Jij daarentegen. Wel. Volgende route kan je Growlithe gaan vangen. Nou ja, dat kan ook nog. En eventueel met een beetje geluk Sizzlepeed. Ja, 1%. Ik zit daar zo in van, wacht daar maar mooi mee wanneer we de gym 3 doen. Ja, want die kan je in de gym vangen, of niet? Ja, daar kan je in de gym vangen, ja. Daar vang ik ook Sizzlepeed en daar ga ik waarschijnlijk ook Litwick vangen. Zo. Nou, dat geregeld. Oké, bedoel ingefixt. En ik denk wanneer wij de cutscene hebben gehad van het stadion, dat wij klaar zijn voor vandaag. Dan hebben we de Wild Area gehad. Ja, sterker nog. Die heb ik gehad inmiddels. Nou, goed voor elkaar. Ik ben net geheeld, dus ik moet alleen nog even naar het stadion toe lopen. En even die cutscene zien met Rose en Leon. Yes. Zo. Ga je eigenlijk nog proberen voor een Morpeko? Morpeko. Welke type is die? Dark Electric. Ah. Het past precies in jouw ja, straatje. Welke route kan je die vangen? Oh, dat duurt nog wel even. Voor mij gym 7. Oh. Nou, dat zie ik dan wel weer. Ja, prima. Nee. Dat is een beetje het stuk ernaartoe. Niemand voor... Nee, dat is niet waar. Iedereen van ons kan een snom gebruiken. Ja. Alleen Frostmoth is niet zo goed, toch? Frostmoth... Competitively is hij niet heel goed. Hij heeft zo zijn uses. Laat het even netjes houden. Want hij kan wel damage doen, maar... Hij kan geen goede physical hit steken. Nee, dat is lastig. Dus een fire punch killed hem. Maar ook iets als een tackle. Mm-hmm. Ik wacht hier, want ik moet tegen Hop vechten. Dus ja, dan wacht prima. Ik op de aflevering. Ja. Helemaal goed. Find the Gillo Region Gym Challenge will now begin. Hartstikke leuk. Heel fijn. Ja, 8 gym leaders. Ja, de eerste keer toen de rumor mail nog hierover bezig was, dacht ik... Oh,
Is er ook, omdat het een gym league is, is er ook een major en een minor league? Dat zou wel vet zijn. Weet je, zoals met eredivisie, dat er een eredivisie is. Dus dat zijn de main 8, maar dat je ook de eerste en de tweede divisie hebt, waar je wat misschien lagere levels of de types hebt die niet in de 8 zitten. Dat zou wel heel vet zijn. Ja, maar dan zou je ook steden hebben in deze game waar geen gyms is. Want dat valt wel op nu met de, iedere generatie. Je hebt niet meer zoiets als bijvoorbeeld in Gen 3 in Verdant Turf. Ja, dat je meerdere steden hebt waar geen gym is, zeg maar. Ja. Ja, nee, dat klopt. Want met uitzondering van de Starting Town. Gym. Ja, en Winden heeft geen gym, maar ja, dat is het enige. Voor de rest heeft alles een gym. Ja, maar Winden heeft de Pokémon League. Ja, ja, precies. Dus dat telt ook niet. Nee. Dat is wel heftig. Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Maar ik vind dat best wel heftig. Want in de oude games had je best wel veel van die stadjes. Ja, want als je puur even kijkt naar de oudere games. Nou, Lavender Town. Evergrande City. Wat echt gewoon één huisje is trouwens. Ja, dan is Winden ineens in dit verhaal veel beter. Ja. Yeah. En dat ene stadje in Emerald, waar ook de Move Deleter zit. Waar ook een haven zit. Ja, dat kan goed Lillicove zijn. Lillicove, ja. Slateport. Nee, Lillicove. Waar je ook die contesten kan doen. Ja, Lillicove. Nee, maar voor mij heeft Emerald wel de meeste. Want Emerald heeft Starting Town, maar dan heb je ook nog een kleine stad erboven. Een kleine dorpje. Oh ja, dat klopt. Dan heb je Featherbur, Slateport, Lillicove, Pacific Lock. Ja, dat zijn echt veel, hè? Evergrande City. En Evergrande City, ja. Dat, volgens mij zijn dat ze. Heb je al die ene genoemd die onderin bij dat water met die houten stijger? Dat is Pacific Lock. Oké. Okay. Nee, dat is het. Ja, Diamond and Pearl heeft er ook een paar. Jubilife. Ja, Jubilife had ook best wel groot. Dat is, schijnt de hoofdstad van Sinnoh te zijn. Ja. En Floroma Town. Floroma Town, ook een goede. Die ene waar je die grot hebt met Azelf, Mesprit en Uxie op de wand geschilderd, weet je wel. Waar zo'n omaatje is. Ja, Celeste Town. Ja. Die. En die ene waar de daycare is met die Uyunon's grot. Celeroma Town? Ja. Solation Town, dat was hem. Ja, ook al die steden op het eiland. Ja, dat ook. Maar ik denk dat we onze stedendiscussie moeten laten voor wat is. Want we zijn er een van de part gekomen. Mensen. Heel erg bedankt voor het kijken van deze video. Vergeet niet om op Jordi te abonneren. Link staat in de beschrijving. Als ik dat ben vergeten, zeg het even tegen me. Hoe doe ik dat alsnog? En dan zie ik je heel graag bij de volgende aflevering weer. Adios, amigos. Adios.